Hier in de opleiding krijgt de assistent te maken met alle moderne technieken op CT-gebied. We hebben meerdere CT-scanners en alle moderne technieken op MRI-gebied. We hebben daar ook meerdere MRI-scanners voor. Dat begint al heel vroeg in de opleiding. Ondanks dat je zou denken dat het misschien een beetje werk voor één is, is het echt een team die ervoor zorgt dat al het werk aan het eind van de dag gedaan is. En je bent samen met de supervisor, met de radioloog, ben je gewoon bezig om al het werk van de dag af te krijgen. En dat gaat in een heel plezierige samenwerking. De opleiding tot radiologie kent eigenlijk twee grote punten. Het eerste is de common trunk. Dat is de eerste 3 jaar van de opleiding, waarin alle facetten van de radiologie, dus alle onderdelen, naar voren komen. Het tweede deel, jaar 4 en jaar 5, zijn in de opleiding belangrijke punten, met die verstand dat dan de differentiaties juist naar voren komen. Het Catharina ziekenhuis ligt dan wel in het zuiden, maar ligt zo centraal in het zuiden van Nederland. Met zoveel aandachtspunten, mammaradiologie, oncologie en ook de cardiologische zorg is zo groot dat wij ontzettend veel patiënten zien en daarbij ook dus ontzettend veel pathologie zien, waardoor je eigenlijk met alles in aanraking komt. Dan geeft dat een betere verdieping. Het geeft ook daardoor een sneller opbouw van kennis, die wil je hebben. En daarbij ook nog, en dat is heel belangrijk, de aanvragende artsen, de klinici waarmee wij nauw samenwerken, kunnen in zo'n stage ook de assistent duidelijk beter leren kennen wat bij besprekingen, onderling overleg, et cetera, van essentieel belang is. Zoals bijvoorbeeld de oncologiebespreking, waarbij eigenlijk het hele behandeltraject van een patiënt besproken wordt. En dan is het wel belangrijk dat jij goed weet te verwoorden wat je gezien hebt en welke consequenties dat moet hebben. Een onderdeel wat met name de laatste jaren in het nieuws staat, is de diagnostiek van borstkanker. De opleidende radiologen hier werken nauw samen met het borstkankercentrum en met het bevolkingsonderzoek. Daaruit krijgen we heel veel know-how en daarbij nog kunnen we dat goed integreren in de opleiding. Ja, door de samenwerking met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker komt er heel veel data beschikbaar. En een aantal van mijn collega's en ikzelf doen daar promotieonderzoek naar. Publiceren in verschillende tijdschriften. En eigenlijk naast de opleiding is er dan tijd om toch ook een promotietraject in te gaan. Dus ik denk dat, hoewel wij een kleine oor zijn, wij dat toch zo goed kunnen opleiden dat de assistent bij ons eigenlijk in goede handen is.